Fred Zuiderwijk en thriller-auteur Thomas Ros duiken woensdag in het spionageverleden van Den Haag. Op Prinsjesdag 1974 is de Franse ambassade aan het toernooiveld gegijzeld door 3 Japanners van het Japanse Rode Leger. En dan was er nog een beroemde terrorist die de residentie bezocht. In de jaren 60, 70, 80 was de meest beruchte terrorist ter wereld de Jakhals. Hij was bekend omdat hij onder andere alle OPEC-ministers in Wenen heeft gegijzeld. James Bond in Den Haag, woensdag vanaf 6 uur, alleen op TV West.